Ja, Rob, welkom. Je bent normaal rond deze tijd bekend als tonprater, buutredener, alles wat ermee te maken heeft. Ja. Dit jaar niet. Maar ik neem aan, om eventjes de toon te zetten, dat je vast een leuke grap over Boksmeer voorbereid hebt. Ja, nee, kijk. Ik zat net al te kijken overigens naar het gezelschap hier. Ik denk, moet ik er eens een kwartje in gooien? Want ik zie wel eens van die kastjes in Nijmegen, van die aapjes, dan moet je er een kwartje in en dan beginnen ze allemaal te spelen. Dus daar moest ik eerst aan denken. Ja. Niks verkeerd verder, jongens, hè. Nee, maar wat ik niet snap, hè. Ja. Misschien is een Boksmeer altijd zo laat dat was met dit. Maar goed. Nee, wat ik nou niet snap, hè. Ik snap niet dat ze hier, dankjewel, dat ze hier in Boksmeer geen crematorium willen. Nee. Dat kan ik niet begrijpen. Nee. Nou, waarom snap je het niet? Je wilt hier toch niet begraven worden? Oké, Rob. Ja, die heb ik net op plekje gedacht toen ik... Ja, ik moest omrijden om naar binnen te komen. Ja, maar okay, ik kon ook niet via Haps, want dan mag ik ook niet komen. Dan mag ik niet meer komen. Goed, maar ik ga nou in het ABN verder. Ja, oké, goed zo. Ja, geen buutredener dit jaar. Leg even uit waarom dat is. Nou, daar zijn ook wel wat misverstanden over. Ik heb 8 jaar in die ton gestaan. Ik had natuurlijk altijd de Kuikse politiek als item. Dan wordt het wat moeilijker als je wethouder bent, want je staat 8 jaar lang sta je collegeleden toch behoorlijk in de maling te nemen. En dan denk je van ja, om nou een half uur jezelf in de maling te nemen, daar zit ook niemand op te wachten. Nee. Oh, je hebt wel collega's, hè? Je hebt nog wel wat collega's. Ja, nee, tuurlijk. Kijk, ik heb er wel over na zitten denken. Ik bedoel, toen Gerard Stoffels een hek op een fietspad zette en ik later hoorde dat dat een schrikhek was, toen begreep ik dat dat een schrikhek was toen er al 3 fietsers links en rechts omheen gevallen waren. Ja. Maar ik was ook wel bezig met iets anders. Ik had 8 jaar zeg maar in die ton die politiek. Ik had een paar verschillende typetjes gehad. Koos Dakloos was mijn eerste type. En ik heb later nog eens een keer een burgemeester een opleiding gedaan die overal tweede werd. En ik ben ook nog eens een keer groene kikker geweest toen een kamerlid zijn fiets weggejat was. En hij zeg maar via camera toezicht op Facebook allerlei verkeerde dingen had gedaan. Dus dat zijn dan van die mooie aanleidingen. Ja. Maar ik wilde iets anders. Ik wilde zeg maar niet in die ton. Ik wilde op het podium iets anders neerzetten. En daar ga je dan over nadenken. En dan, ja, dan komt ineens zo'n wethouderschap vervelend genoeg tussendoor. En dan heb je toch wat meer tijd nodig om je daarin in te werken en er komt meer op je af. En dan heb je ook gewoon te weinig voorbereidingstijd om een buurt goed neer te zetten. Want ieder jaar wordt er natuurlijk wel meer van je verwacht. Ja, mensen hebben, die willen het een en ander meemaken. Dat moet ieder jaar beter. Nou is zo'n, wat je net al noemde, zo'n wethouderschap, lijkt me al een mooi item om daar een paar aardige grappen over te maken. Als een politicus in Kuik die zo'n beetje wordt weggevaagd als partij, maar toch als wethouder in het college komt te zitten. Ja. He, lol genoeg, zou ik zeggen. Nee, daar had je al een kwartier over door kunnen praten. Ja, dat wou ik zeggen, ja. Maar dat ga je zelf niet doen, hè? Jawel, dat kun je zelf wel doen. Maar ik had ook verwacht, en dat is ook gebeurd de afgelopen pronkzitting, hè, want ik heb het er wel moeilijk mee gehad, zeg ik eerlijk. Ja. Ik vond de mensen die, mijn collega's van de afgelopen 8 jaar, die stonden nu tegenover me. Dus ik had ook wel verwacht dat ze me op de hak zouden nemen. Dat hebben ze ook gedaan, maar ik vond het op zichzelf mild. Het had wat scherper mogen zijn. Okay. Maar dat zetten we volgend jaar wel weer recht. Ja, want ik heb niet gezegd dat ik 4 jaar geen buurt doe. Nee, precies. Dat wou ik zeggen, want het bloedkruid waar het niet gaan kan. Ja. Nee, dat was al in Haps. Dan moest ik al vermomd komen natuurlijk. Want als je Haps 8 jaar op de hak neemt naast Boksmeer, dan kom je dan niet zomaar binnen natuurlijk. Dan word je helemaal gefouilleerd en dergelijke. Dus ik zat daar in Haps en ik kreeg helemaal de kriebels. En ik had zoiets van, je bedoelt, het is toch een soort virus. Hè? Bedoelt, het is ooit begonnen 8 jaar geleden als een lolletje. Hè? Erik van der Ven zei net met 11 kroegentocht ook. Het begon ook als een lolletje. Ja, dat hè? Die Carillon-toren die werd afgebroken. Dus ik denk van, hey, god, daar heb ik als Koos Dakloos, als kluizenaar bovenin gezeten. En ik zag hoe die ambtenaren werkten of niet werkten. Dus dat was het begin. Nou ja, voordat je het weet heb je daar ieder jaar wel weer een item achter. En dan, als je dan zo'n jaar niet meedoet, dan mis je ook die spanning, die voorbereiding. Ja, mijn vrouw die is er wat meer gelukkig mee, want die heeft dat chagrijn de afgelopen maanden niet gehad. Dus dat scheelt. Hoezo word je er chagrijnig van? Ja, daar word je af en toe chagrijnig van. Ja, want je schrijft en je herschrijft en je herschrijft en je leest en je denkt van ja. Wat is dit nu? Er zit met niks, 3 keer niks. En dan sta je uit te beelden. En dan denk je van, nee, dat is het niet. En dan schrijf je weer. En op een gegeven moment denk je van, nou, ik stop er helemaal mee. Dus afhankelijk, kijk, jaren terug
begon ik maanden van tevoren al te schrijven. En dan moet je op een gegeven moment moet je er een beetje in een lijn in zien te brengen. Ja, vorig jaar was ik heel laat. Heb ik op 20 december heb ik op één middag, op een zondagmiddag, toen heel Land van Kuiken onder het water stond, heb ik hem geschreven. Dus dat kan ook. Het zit dan wel tussen je oren. Dus dan is het kwestie van hoe je het op papier zet. Maar volgend jaar beloof je bij deze toch weer terugkomen? Nou ja, kijk, ik ben... Laatst was er in Kuiken een opiniecafé. En daar was mijn oude klasgenoot Carlo Hageman had een column geschreven. Ik was schijnbaar van campagnetijger, was ik nu ineens wethouder van iedereen geworden. Dat had ik nog in mijn achterhoofd zitten toen ik al die pronkzittingen ben afgegaan. Binnen 5 van de 7 ben ik er geweest. En ik had zoiets van, hé, dan dat... Dat betekent dus ook dat ik volgend jaar gewoon in, als ik er toch ben, kan ik net zo goed meedoen. Hè? En dan, ik zat te denken aan een speedbuut. Dus een korter buut, kernachtiger, scherper. En dan kun je van ieder kerkdorp kun je wel iets moois maken. En ieder kerkdorp kun je ook Boksmeer op de hak nemen. Want wat dat betreft Kuik een kerkdorp één. Boksmeer en kerkdorp van Kuik. Ja, ik had dat op Facebook gezet. Daar heb ik trouwens nog positieve reacties op gehad. Van hoe dat in elkaar stak. Maar dat voert terug tot een van mijn eerste buuts. Toen hadden we het ook over Boksmeer. Toen zei ik van nou, als Boksmeer, als we er één plan maken, één bestemmingsplan, dan is parkeerplaats van Kuik. En dan gaan we met de trein daar naartoe. Maar goed, jij bent niet bang als je dit soort opmerkingen maakt dat je de vorige keer met pek en veer het dorp uit wordt gedragen? Nee, dan drink ik met Erik Ronders en Willy Hendricks gewoon een pilsje en komt alles weer goed. Dan komt alles weer goed. Dat is het mooie van carnaval natuurlijk. Ja. En bovendien woont Willy in Oefeld en is eigenlijk een kerkdorf van Sedageda. Dus dat... eigenlijk zeg je hier van, laten we heel gauw beginnen met de gemeente Land van Kuik. Nou, kijk, nou gaat het weer op de politieke toer. Hè? Je zit er nou toch als wethouder, hè? Daarom kijk je nodig me nu ergens anders vooruit. Maar dat heb ik natuurlijk eerder geroepen. Maar goed, dan moet je tegenwoordig ook bekijken tegen de achtergrond van de situatie op dat moment. Zou in ieder geval rond carnaval één grote gemeente kunnen zijn. Nou ja, kijk, het voordeel is dan wel dat je gewoon één prins Land van Kuik neemt. Hè? Ja. Zou ook wel iets zijn. Als Roppel, prins Rob. Nee, dat niet. Want dan kun je niet je eigen dingen doen. Dan heb je straks tegen die prins carnaval van Boksmeer gezegd. Wordt toch geleefd 4 dagen. Ja, precies. Ja. Hey, nou, ik heb jou een beetje opgevoerd als een expert als het gaat over buuts. Expert buutrainer. Waar moet een goede buut eigenlijk aan voldoen? Je moet met name in het type kruipen wat je uitbeeldt. Ik zei straks, ik heb jaren met name als Koos dakloos zeg maar, een typetje neergezet. Dus dat was een dakloos, was een zwerver. Dus je moet je ook helemaal gaan verplaatsen in het type. Ik gooide bijvoorbeeld ook wat bier over me heen. Ik wreef met mijn jas over de grond. Je moest zeg maar, echt in de huid kruipen op dat moment van een zwerver. Ja. Dus niet alleen de schmink maken, maar je moet er helemaal in kruipen. En dan gaat het vaak nog meer om de beeldvorming, de wijze waarop je zeg maar, het type neerzet. Hè? Dus de pauzes inlassen, het over de ton hangen. Dus het verhaal zeg maar, brengen, dat is het er niet alleen. Moet een goede buurt ook echt lokaal gericht zijn? Moet het echt voor de mensen herkenbaar zijn? Ja, dat hoeft natuurlijk niet, want er zijn genoeg buuts die ook zeg maar, rondgaan. Hè? Ik heb nu ook grappen gehoord in Haps die ik in Beers hoorde en noem maar op. Alleen als je hem... Kijk, ik heb hem 8 jaar gedaan op de lokale politiek, dus ik heb hem altijd zelf geschreven. Ik ben ook wel eens uitgenodigd in, nou, ik geloof in de kanten van Doesburg. Ik zei, ja, ik wil wel komen, maar volgens mij is het niet lollig in Doesburg als ik over het Kuikse politiek ga hebben. Nee, dus het is maar net wat voor ingang je kiest. Dank jou voor jouw komst, Rob. En veel plezier met carnaval. Okay, dank je wel. Goed, ik loop dus eigenlijk 5 jaar voor op jullie. Hè. Dat hadden we wel in de gaten. Ik leef in het jaar 2020. Het jaar dus dat Sint-Tunis en Boksmeer gaan fuseren. Let op, Sint-Tunis voorop. Sint-Tunis, Boksmeer gaan fuseren. Maar nou zitten jullie natuurlijk benieuwd wat er eigenlijk de afgelopen 5 jaar is gebeurd hier. Dus wat er de komende 5 jaar gaat gebeuren. Ja, dat is heel interessant. Nou, om maar meteen met de deur in huis te vallen. De driehoeksverhouding Kuik-Gravenmel is over. Daar gaan we niet meer mee maken. Want driehoeksverhoudingen, die gaan altijd verkeerd. Ja. Kijk maar door de Maas, driehoek. Dat bladje is in 2018 opgeheven. Maas 3, het hoekje om. Ja. Kuik-Mel-Graven is dus een echte vechtscheiding geworden. Kuik lag al wat te rommelen met Boksmeer. Ja, burgemeester Hillenaar is ook niet voor niks in een Boksmerse.
Hij zag ook dat Tunis en Boksmeer elkaar de tent uitvochten. En Mil vindt u wel aardig. Graven wil bij Wiegen intrekken, Frank. Ja, dat moet jou aanspreken. Het is gewoon één grote puinhoop geworden, Land van Kuuk. Let op, dat gaan jullie allemaal meemaken. En Merkel en Hollande hebben al bemiddeld. Die kwamen er ook niet uit hier. Ja, nou dan hadden we toch wat bond gemaakt, denk ik. Toen keken St. Tunis en Boksmeer elkaar nog eens diep in de ogen. Ja, wat moeten we nou, jongens? Wat moeten we nou? Ja, nou, we gaan toch nog maar eens de zaak eens onderzoeken. Er waren 7 onderzoeksbureaus ingeschakeld. Een peloton mediators en een psychologen. En die kwamen een paar maanden later tot de volgende schokkende conclusies. 1. De 2 gemeenten liggen in elk geval tegen elkaar aan. 2. Het is daarom een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat er hier en daar best wat raakvlakken zijn tussen de 2. Hé, hey, zei Atte Kwart van Sint-Antonis nu. Dat is tenminste visie. Daar kan ik wel mee. Daar hebben we aan. En eens kom alles in een stroomversnelling. Na jaren van trammeland, geherige ruzie en gehaspel was het rond. En de nieuwe fusienaam, ja, ze wonen het eerst de Gooi- en Vegstreek noemen. Ja, die was er al. Stamperschat. Was er ook al ergens, wie zegt dat er ook al? Oh, goed, ze met de kusters. Ja, ja, ja. Met de huiswerken dan. En toen dong ze Boksmeer niet meer en niet minder. Ja, dat vonden ze ook een beetje. Maar nu is het geworden, Boks wil nog meer. Dus de nieuwe gemeente, breidt wij maar een fur, jongens en meisjes, wordt de gemeente Boks wil nog meer. Kuik, dus je bent gewaarschuwd. Wat is er eigenlijk de afgelopen 5 jaar nog gebeurd? Nou, in 2019 is het Hansa ziekenhuis afgebrand. Ja. Ja, net voordat het weer geopend. Een drama, schreef de krant. En ook dat er veel kankerverwekkende stoffen zijn vrijgekomen. Ja, werkhebbende werkhouden. Hoe die Hansa brand kon ontstaan, de vlammen die oversloegen van het naastgelegen crematorium. Ja, daar waren ze net in een heet gebakerd aan het cremeren. En toen was het gebeurd. En weet je wat de krant schreef? Hier heerst een begrafenisstemming, zei de crematorium-eigenaar. Het is een schrijnende situatie. Ja, was er nog meer gebeurd? Nou, de nee, Albert Heijn is vorige week failliet verklaard. Bollers die gaat door een disco beginnen. Sterker, daar is hij al begonnen. Die vergunningen komen wel. Ja. Tegenwoordig zit er een restaurant in het kantongerecht waar je alleen toetjes kunt eten. Ja. Het heet het nagerecht. Ja. En de Russen zien inmiddels gevorderd in halverwege Duitsland. Even kijken, de Weijer is een parenclub geworden. Rob, misschien iets voor jou, ja, je hebt er ervaring mee, geloof ik, hè. Kissers heeft het gemeentehuis gekocht. Van Sterkwijk gaan ze een bos maken. Met overal bordjes, hier had uw bedrijf kunnen staan. Ja. Pierre Hermans is directeur-generaal van de Tour de France geworden. Die volgend jaar in Boksmeer start. Ja, 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 ja. En Zandbeek is officieel een wijk van Boksmeer geworden. Ja, 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 ja. En Oefelt, ja, oh, Oefelt. Ah, oh, Oefelt. Ja, ja. Ja, Oefelt heeft zich afgesplitst. Ja. Ja, ik zei niet doen, niet, ja, is toch gebeurd.
En nu is het een kalifaat geworden. Ja. Ja, kalifaat. En Willy is de kalif. Och, och, nee, nee, nee. Och, god, ik lees hem verkeerd. Of het is een enclave geworden. En Willy is lief. Ja.